Lieve mensen, welkom bij weer een interview van Room for Discussion. Vandaag spreken wij Vera Bergkamp. Na jaren voor D66 in de Tweede Kamer te hebben gezeten met de portefeuille Zorg, Emancipatie en Familierecht, is afgelopen jaar verkozen tot de voorzitter. Na de langste formatie ooit hebben wij precies dezelfde coalitie, maar het land is nog steeds verdeeld over bijna elke politieke kwestie. Met debatten die vaak doorgaan tot diep in de nacht en een Tweede Kamer die bijna bezwijkt onder een verdubbeling van het aantal moties sinds 2017, is de rol van de voorzitter nu misschien wel belangrijker dan ooit. Wat kan de voorzitter doen om orde te scheppen in deze chaos en waar liggen de limitaties van het voorzitterschap? Voor de antwoorden op deze vragen en nog veel meer, blijf vooral zitten en luister. En een hartelijk welkom voor de voorzitter, alstublieft. Zo, hallo. Welkom. Welkom. Dankjewel. Nou, dankjewel dat u er bent. En, ja, fijn om er te zijn. Ja, ik kan me voorstellen dat u een erg drukke agenda heeft. Dus het is heel fijn dat daar een beetje ruimte voor ons ook in gemaakt kan worden. Ik ben ook ooit student geweest. In Amsterdam ook. In Amsterdam, ja. We willen graag beginnen met even een beeld schetsen van wat een voorzitter nou eigenlijk doet. Dus we hebben een kort vragenvuur voorbereid. U hoeft alleen maar ja en nee te zeggen. En dan krijgen wij een beetje een duidelijk beeld van wat u allemaal kan en mag. Ja, dus om mee te beginnen, mag een voorzitter moties indienen? Ja. Kan een voorzitter een parlementariër de mond snoeren? Ja. Bepaalt u zelf wanneer een debat is afgelopen? Uiteindelijk wel, ja. Mag je zelf ook meedoen aan de debatten? Nee. Mag een voorzitter stemmen op moties? Ja. Heeft u de vrijheid om te bepalen wie mag praten? Ja. En is een voorzitter geheel objectief? Ja. Oké, dan hebben we denk ik een beetje een beeld van wat u allemaal mag. En dan kunnen we nu iets dieper erop ingaan. Goed, je vraag, vertel. Nou, u mag moties en amendementen indienen, maar u doet dit eigenlijk niet als het gaat over de inhoud van een debat. Waarom doet hij dat meestal niet? Omdat je als voorzitter ben je eigenlijk de scheidsrechter. En de scheidsrechter moet niet meer gaan meevoetballen. Dat is echt aan de spelers. Maar ik heb bijvoorbeeld laatst wel een amendement ingediend. Dus dat is een aanpassing op de wet. Om onze eigen stafafdeling uit te breiden. Er komt heel veel werk richting de Kamer als het gaat over de staf. Dus toen heb ik zelf vanuit het presidium. Presidium is de andere naam voor de uitvoerende bestuur van de Tweede Kamer, heb ik een amendement ingediend. Dus het komt wel voor. En dan gaat het vooral over procedurele dingen, ja. Maar niet per se over echt belangrijke politieke kwesties. Nee. Want dan ga je dus meevoetballen en ja, dan ben je niet meer onafhankelijk en objectief. En je moet, als voorzitter moet je boven de partijen staan. U bent wel verkozen ooit als parlementariër. Dat betekent dat mensen uw ideeën en meningen blijkbaar belangrijk vonden. Ja. Of in ieder geval die van uw partij. Maar als u dan niet mee mag doen met de inhoud van een debat, hoort een voorzitter dan wel nog een parlementariër te zijn? Ja, en het is heel mooi dat een voorzitter wordt gekozen uit de Tweede Kamer. Omdat anders word je een soort technisch iemand. En als voorzitter, als je uit de Kamer komt, dan weet je hoe het gaat. Je kent de regels, je kent de gebruiken. En op het moment dat je iemand van buiten zou halen, van nou word jij maar voorzitter, ja, dan ontbreekt zeg maar die kennis van de parlementaire tradities, de geschiedenis en hoe het werkt. Dus ik vind het wel een groot voordeel. En het is ook heel democratisch, want je collega's kiezen uiteindelijk de voorzitter. Maar u bent nog steeds ook een mens met meningen. Gelukkig wel. En emoties en ideeën over bepaalde kwesties. Zit u ooit een debat uit vanuit angst om partijdig te zijn? Een debat uitzetten? Of dat u dus niet voorzit, dat u de bewuste keuze maakt om niet voor te zitten? Nee. Kijk, als voorzitter heb je wel, laat ik zeggen, het voordeel dat je... Als voorzitter doe je niet alleen het voorzitten van de plenaire debatten. Je doet nog heel veel andere dingen. Toespraken houden, aanwezig zijn bij herdenkingen. Voor de Tweede Kamer werken meer dan 600 mensen. En samen met de griffier ben je daarvoor verantwoordelijk. Dus of het gaat over veiligheid, huisvesting. Vorig jaar hebben we de Tweede Kamer verhuisd. Dus er komt heel veel bij kijken. Dus je zit niet, zeg maar, 4 dagen in de week alleen maar voor te zitten. Dus je kunt soms ook wel een debat laten schieten. Er zijn ook een aantal ondervoorzitters. Ja, en soms denk ik wel, dan zie ik die lijst en denk ik, oh, dat vind ik leuk om voor te zitten. Dus dat voordeel heb je wel. En wat zijn dan thema's die u leuk vindt om voor te zitten? Nou, ik ben zelf hiervoor woordvoerder zorg geweest. En daar zit ook nog wel een deel van mijn hart en betrokkenheid.
En emancipatie vind ik interessant. Ik heb bestuurskunde gestudeerd. Dus dat zijn wel onderwerpen waarvan ik denk, nou, wel fijn om, daar, om dat te kunnen voorzitten. En is dat dan vanuit interesse voor het onderwerp, of meer omdat u het heel belangrijk vindt dat dat gesprek gewoon in goede banen verloopt? Interesse voor het onderwerp, ja. En ik vind dat je ieder debat moet je gewoon in goede banen leiden, onafhankelijk wat het onderwerp is. Merkt u dan ook dat u debatten die u dan echt leuker vindt dan anderen op een andere manier voorzit? Nee. Het is gewoon meer dat je gewoon wat meer vanuit je gevoel, omdat je een mens bent, denk, dat is interessant. Maar soms is het heel verrassend. Soms heb je een debat dat je denkt, nou, dat zal wel niet interessant zijn. En dan worden dat soms de hele interessante debatten. En andersom, soms denk je, nou, ik ga er eens lekker goed voor zitten. En dan valt het soms tegen. Dus het zegt ook niet altijd alles. Dat kan ik me heel goed voorstellen. uw lijfspreuk is een beetje zichtbaar jezelf zijn, ook van een beetje de D66. Maar stel dat er een debat is waarbij u het gevoel hebt dat er limitaties daaraan worden opgelegd aan het zichtbaar jezelf zijn. Vindt u het dan niet lastig om toch die objectiviteit te behouden? Want zoals we net al hadden besproken, ja, u bent een mens met emoties. Ja. Nee, ik vind dat niet lastig. Je luistert natuurlijk ook met een bepaalde emotie. En soms denk je ook van jeetje, hoe kun je over een bepaald standpunt zo denken? Maar dat doet niks met het voorzitten. Het voorzitten is ook echt een professie en mijn rol is om te zorgen dat iedereen voldoende aan bod komt, dat er balans zit in het debat, dat we hebben het reglement van orde. Het reglement van orde is eigenlijk een soort de Bijbel van de Tweede Kamer, daar staan de regels in en dat moet ik handhaven. Dus het is niet zo dat je denkt van, oh, dit is zo erg, ik ga dat maar die maar kort houden of zo. Nee, dat speelt eigenlijk geen rol. Ik denk dat de positie van voorzitter best wel komt met nogal wat kritiek, natuurlijk. Ik bedoel, het is een hele belangrijke positie binnen de Tweede Kamer. En iedereen krijgt altijd kritiek dat ze subjectief zijn geweest, natuurlijk. Heeft u het gevoel dat u zelf wel eens partijdig bent geweest in het voorzitten van bepaalde debatten? Of? Nee, daar zit het hem niet in. Waar het hem wel in zit, is dat ik natuurlijk vorig jaar begonnen ben. En natuurlijk moet je ook meters maken en je moet ervaring opdoen. Daar zit het er meer in, hè, dat je je vorm moet vinden, dat je moet kijken van waar liggen dan die grenzen, bijvoorbeeld over omgangsvormen, nou misschien is dat straks ook nog een onderwerp van gesprek. Maar het is niet ingestoken vanuit, ja, laat ik die partij eens kort houden. Daar zit het hem niet in. En vorig jaar was natuurlijk ook wel echt een heel bijzonder jaar, want we hadden en de coronacrisis en we hadden het 1 april debat. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar dat was een heel pittig debat, wat echt, heb ik trouwens niet voorgezeten, maar waar echt een vertrouwenscrisis ontstond, ja, tussen het kabinet en de Tweede Kamer. En dat heeft zijn sporen achtergelaten. Het functie-elders-debat, ja, zeg maar. Ja. Het heeft geleid tot een hele lange formatie. Vervolgens hadden we een record aantal fracties in de Kamer. En ik was nieuw en ik moest ook nog de Tweede Kamer verhuizen. Nou, dat doe je ook niet 1, 2, 3. Dus dat was ook wel echt een heel pittige periode, zeg maar. Dus natuurlijk dat je even moet kijken van voor wie ben ik op aarde en hoe gaat het allemaal en dat je je voor moet krijgen. Zijn er dingen waar u dan nu op terugkijkt die u dan vorig jaar heeft gedaan waarvan u denkt, had ik net anders moeten doen, dit had ik net anders moeten zeggen of waar u spijt van heeft? Nou, ik ben een heel reflectief persoon. Dus ik ben ook echt iemand die elke keer ook denkt van nou, wat heb ik goed gedaan, wat kan ik beter doen? Het is ook echt niet zo dat je moet denken van nou, weet je, dat je alle wijsheid in pacht hebt. En wat ik gedaan heb, is op een gegeven moment hadden we het debat over de regeringsverklaring. Nou, dat was voor mij niet een heel erg prettig debat. Er was veel kritiek ook na de hand. Ik had het gevoel in het debat dat wel heel veel bij de voorzitter terechtkwam. Ja. En als je dat, ook dat debat terugziet, dan zie je ook dat ik hem een beetje in mijn hoofd zit. Dat ik denk, ja, hallo, ga debatteren. En nu heb ik eigenlijk voor mezelf geleerd om ook wat meer uit te spreken wat ik op dat moment denk. Want je moet mensen meenemen in je proces. Dus dat is bijvoorbeeld één ding waarvan ik dacht van, nou, dat doe ik nu veel meer. En wat ik gedaan heb is veel meer onderzocht van waar liggen nou die grenzen van omgangsvormen. Kijk, laten we gewoon eerlijk zijn. Sinds de moord op Pim Fortuyn, wat natuurlijk echt vreselijk was, is die discussie over vrijheid van meningsuiting is toen echt heel erg gevoerd en ook wel een beetje gezegd van, nou, dat zou eigenlijk absoluut moeten zijn. Hè? Je moet alles kunnen zeggen. Ja. En daardoor zijn die debatten ook de afgelopen 10, 15 jaar ook feller en goffer geworden. En op een gegeven moment dacht ik echt vorig jaar van, nou, die geest moet echt wat meer in de fles. Ik stoorde me als Kamerlid soms wel aan bepaalde dingen. Vrijheid van meningsuiting is een
heel groot goed. En met name in de Kamer moet je echt van alles kunnen zeggen. En dat mag scherp en dat mag fel zijn. Maar het hoeft niet op de persoon, je hoeft elkaar niet te beledigen. Nee. En dat merkte ik van, ja, daar wil ik echt wat te doen. Dus heb ik een notitie geschreven in het kerstreces. Ja. Heel dapper achter. echt dat, ook omdat ik dacht, ja, ik moet zelf dat internaliseren, kijken waar die grenzen liggen. En vervolgens hebben we ook dit jaar een debat gehad. Ook omdat ik het belangrijk vind. Kijk, ik kan wel als voorzitter iets vinden. Maar je wil ook dat er draagvlak is in de Tweede Kamer. Ja. Dus we hebben het debat gehad. En natuurlijk weet je, iedere belangrijke debat blijft een wedstrijd. En moet je goed doen. Maar ik heb wel het idee dat er wat meer rust nu is. En dat we met elkaar ook een verantwoordelijkheid voelen. In plaats van, nou voorzitter. Want je moet als scheidsrechter, als voorzitter niet gaan meevoetballen. Want u heeft, ik denk dat uw voorzitterschap een beetje bekend is geworden om een hele lastige kwestie. En dat was het verbieden van het woord tribunalen in de Tweede Kamer. Ja. Voor de mensen die het niet weten, na een opmerking over richting een ander Kamerlid. Met een beetje wijzen van, nou, pas me op, er komen tribunalen. Heeft u ervoor gekozen om het woord te verbieden? Dat is niet helemaal waar. Nee? Nee. Hoe heeft u die keuze uiteindelijk gemaakt? Ja, dit is goed om dat even nog aan te geven. Ja. Want dat zeg ik ook maar even. Dat wat je soms leest, dat is eigenlijk soms echt uit de context gehaald. En geeft soms niet helemaal de weergave. Ook niet op sociale media hoe dingen zijn gegaan. Dit was een debat wat ik zelf niet heb voorgezeten. Mm-hmm. Ja. Dat wil helemaal niks zeggen. Want we zijn gewoon één team, ook met ondervoorzitters. Zeker, ja. En mijn collega had het voorgezeten. En er werd inderdaad, was een pittig debat. En toen werd er gezegd, nou, wacht maar, de tribunalen komen. De voorzitter zei van, nou, dat wil ik niet. Er is een hele discussie gekomen. En dat bleef een beetje in de lucht hangen. Waardoor ook aan mij vanuit de media werd gevraagd, wat vind je daarvan? En toen heb ik gezegd van, ja, ik vind dat echt over een grens is. Er zitten hier misschien juristen bij. Het is misschien niet helemaal strafrechtelijk bedreigen, maar het is wel intimidatie. Ja. En daarvan zei ik ook van, ja, dat is echt over een grens. En dat heeft mij geïnspireerd, zeg maar, om met alle fractievoorzitters een gesprek aan te gaan. Nou, iedereen heeft daar ja tegen gezegd, behalve helaas Geert Wilders van de PVV. Maar iedereen heeft gesprekken mee gehad. Ook om te zeggen van, nou, hoe gaan we nou met elkaar om in dit huis? Nou, die notitie geschreven, debat is geweest en zo is het gekomen. U noemde het zelf net al, er zijn wel nog steeds mensen die vinden dat dit een deel is van de vrijheid van meningsuiting. En dat die vrijheid een absolute vrijheid is. Als u dan zo'n notitie schrijft, doet u dan niet eigenlijk wel mee aan het debat? Is er dan niet iets waarvan u zegt, dit is een beetje meevoetballen? Want u geeft wel aan wat u vindt in zo'n geval. Is dat nog steeds deel van het voorzitterschap? Ja, ik snap je vraag, maar dit heeft niks te maken met de inhoud, maar met ons reglement van orde. Ja. En wat ik gedaan heb vorig jaar, reglement voor is dus waar alle regels in staan. Daar staan twee hele belangrijke regels in, namelijk geen beledigende uitdrukkingen gebruiken. En niet aanzetten tot wetteloosheid, onwettige handelingen. Nou, dat is mijn anker geweest en gezegd van ja, weet je, als je kijkt naar wat zijn nou beledigende uitdrukkingen, dat kan zijn dat iedereen daar een andere mening over heeft. Het is ook subjectief. Ik kan iets tegen jou zeggen en dan vat je dat helemaal niet op als belediging. En de ander die valt flauw neer van jeetje, wat een belediging. Toch heb ik in die notitie aangegeven waar ik als voorzitter op basis van de gesprekken de grenzen zie. En misschien heel goed om dat toe te lichten. Je hebt zogenaamd de eenvoudige belediging. Dat is dat je iemand iets noemt en ook niet vrij. Nou, een eenvoudige belediging. Je hebt intimideren en beledigen. Dat is ook een vorm van beledigen. Je hebt smaad, als je zegt van jij bent verantwoordelijk voor iets strafrechtelijks. Ja. En je hebt zeg maar het onnodig grieven. Bijvoorbeeld de vergelijking, het bagatelliseren van de Holocaust. Nou, op basis daarvan heb ik gezegd van nou, dat zijn bij mij de grenzen. Daar hebben we het debat over gehad. En daar ga ik op handhaven. Maar het is altijd contextafhankelijk. Dus als je een mooi debat hebt en iemand zegt in de emotie van, ja, weet je, gekke kop noem maar even wat, of idioot. Je gaat niet op alles ingrijpen. Dan kan je zeggen, nou, u zou zeggen van, op basis van het reglement van orde, daarom ben ik ook tegen een verboden woordenlijst. Is er ook helemaal niet. Het is altijd afhankelijk van de situatie en de context. En dan grijp je soms wel in. En natuurlijk, je bent geen robot, hè. Ja. Je gaat niet op basis van algoritmes en zo een voorzitter daar neerzetten en dan rolt er wat uit. Gelukkig niet. Ik heb ook geen VAR, hè, waarvan ik zeg, nou, nee, precies. Je bent de VAR. Ik ben de VAR. Nou, zo is dat. Ik ben de VAR. Dus je moet soms in een split second iets doen. En het rare is, soms
bedoel, je moet wel geconcentreerd luisteren, maar je kunt je voorstellen als je daar om 9:15 zit en het is 20:00 s'avonds, verliezen soms ook wel even iets van je scherpte. Dus soms versta je iemand niet of je denkt, hup, wat wordt er nou gezegd? Dus het blijft mensenwerk en natuurlijk, soms ben je te snel, soms ben je te traag. Maar wat ik in ieder geval heb gedaan is het onderwerp op de agenda gezet na al die jaren gezegd van ja, het is toch belangrijk om te kijken hoe we die geest weer met elkaar in de fles kunnen krijgen. Ja. En de aanleiding was, nou ja, dat natuurlijk, een van de aanleidingen was het tribunalendebat. Maar ook, ik kreeg een brief van een schoolklas, die hadden het debat gezien en die zeiden echt van, ja, wij vinden dit echt heel erg wat er gebeurt. Ja. Hoe mensen met elkaar omgaan. En dat vond ik ook wel echt van, ja, weet je, je wil ook dat gewoon ook scholieren een debat kunnen volgen en niet vervolgens denken van, nou, waar zijn die nou mee bezig? Denkt u dat die verharding van het debat gewoon in, nou ja, de technische vorm een nieuw fenomeen is? Of is dat iets wat we eigenlijk al heel lang zien? Nou, dat is een hele mooie vraag. Want vorig jaar heb ik daar dus ook over nagedacht van, is dit nou nieuw waar we nu in zitten? En ik heb bijvoorbeeld gesproken met Carla Hoetink. Dat is iemand die heel veel weet van de parlementaire tradities en geschiedenis. Echt fantastisch iemand. En je ziet, iedere tijd kent het zoeken naar grenzen. En het over de grens heen gaan. En de voorzitter die zoekt van, waar liggen die grenzen? Dus iedere tijd heeft die uitdagingen. En ook, zeg ik erbij, ik zal straks nog iets over vertellen, ook contact met internationaal met collega's. Het is niet alleen een Nederlands fenomeen. Nee, zeker niet. Wat je wel ziet is onze samenleving, die toch wordt gekenmerkt nu van toch een zekere mate van polarisatie. En die polarisatie, dat vind ik een heel interessant onderwerp voor u als voorzitter. Heeft u het gevoel dat iets, of ziet u dat als uw taak om daar iets tegen te doen? Nou, wat je doet als voorzitter is de debatten in goede banen leiden. Je probeert soms ook een spiegel voor te houden, hè, bij collega's. Wat ik ook doe is wat activiteiten ook organiseren een keer, waarin collega's ook iets met elkaar doen. En dat klinkt heel raar, maar je moet je voorstellen van, ook na corona, er waren heel veel nieuwe Kamerleden, echt heel veel, die hadden elkaar nog nooit in een plenaire zaal gezien. En je moet ook iets met elkaar opbouwen. Dat geldt trouwens ook voor studenten, dat je activiteiten hebt voordat je begint in de zomer, daarna, om echt te investeren in elkaar. Dus ik ga ook met collega's wat doen. Ik ben ook aan het kijken of ik met de fractievoorzitters wat kan doen, zodat je elkaar ook echt op een andere manier tegenkomt. Maar uiteindelijk zijn Kamerleden wel verantwoordelijk voor een eigen functioneren en dus wat ze brengen. Niet, u bent niet verantwoordelijk voor het naar elkaar toebrengen van uiteenlopende meningen? Nee, want dan ben ik dus aan het meevoetballen. Ja. En dat zou niet goed zijn, maar ik probeer wel soms een spiegel voor te houden. En kijk, bijvoorbeeld dat een van de redenen is niet helemaal de oorzaak, maar sociale media is natuurlijk wel iets wat dingen soms niet minder maakt. En daar gaat u niet over? En daar ga ik niet over. Maar wel mensen die klik, hè, ik wil, en media die daarnaar kijkt, ik weet niet of jullie wel eens ophefdebatten en dat je zegt dat je die lijkt. Doen jullie dat wel eens? Ik zie wat geknik. Ja, ik zie heel veel, nou, vind ik wel heel dapper dat jullie durven toe te geven. Eigenlijk, want dat, ja, aan de ene kant snap ik het. Maar het is wel zo dat we het allemaal wel met elkaar doen. Hè? Dus we zitten met elkaar in een soort samenleving waarin we, kijk, als voorzitter, er zijn ontzettend veel mooie, waardige debatten. In commissies en plenair. Echt de meeste. Soms hoop ik echt dat daar in de nieuws, dat je daar op sociale media of op anderzijds in de media, dat je daar dingen over ziet en over leest. En dan zie je soms helemaal niks. Ja. En dan denk ik, er was laatst een debat, echt prachtig debat, over verantwoording. Het ging heel waardig, allemaal binnen de grenzen, mooi inhoudelijk. Het enige wat ik daar een beetje over zag was op een van de sites, Caroline van der Plas, die iets zei over het is gehaktdag. En dan denk ik, ja, jongens en meisjes en iedereen ertussen. Dit is dus ook wat we met elkaar een beetje doen. Ja. En weet je, ik gun het Caroline van der Plas absoluut. En ik gun het ook, weet je, het was een leuk, grappig moment. Maar ik gun het ook de andere collega's dat er inhoudelijk naar zo'n debat wordt gekeken en wat er dan uitkomt. Merkt u ook dat omdat vooral dit soort momenten, die dan even grappig, leuk of anders zijn, dat er heel veel politici zijn die zich daarnaar gaan gedragen tijdens een debat? Dat de sfeer in die debatten verandert omdat ze ook willen opvallen? Ik denk wel dat het een rol speelt. Ik denk wel dat het een rol speelt. Ik zie soms dingen in de zaal gebeuren
En dan hoor ik achteraf dat iets trending topic was. Nou, bijvoorbeeld op een gegeven moment had ik iets in een debat, had ik gezegd, als een bewindspersoon zeg maar de vragen gaat beantwoorden, dan doet een bewindspersoon, vaak geeft hij aan van nou, hoe die dat gaat doen of zij gaat doen. Dat zijn dan blokjes. Mm-hmm. Maar blijkbaar gebruikte ik het woord blokjes te vaak, of vaak, wat is te vaak, en was het op Twitter een ding geworden, blokjes, hashtag, en ik snapte helemaal niet dat iemand zei, ja, laten we het woord blokjes niet meer gebruiken. En ik dacht, hoezo, we doen dit altijd. En dan hoorde ik achteraf dat dat een soort trending topic was of zo. Dus ja, het beïnvloedt. Dus er zit echt een wisselwerking tussen sociale media, kamerleden en mensen dus, consumenten. Ja. Dus we doen het met elkaar ook. Dit zijn dan nog wel een soort van grappige, leuke incidenten. Maar ik kan me ook voorstellen dat een deel van de sociale media wordt gebruikt door sommige politici om wat minder grappige en gezellige dingen te zeggen in de Kamer. En dat er een bepaalde sfeer wordt gecreëerd van best wel hardheid. Merkt u dat ook, dat dat de niet gezellige kant hier ook door wordt versterkt? Ja, ik merk dat als je onaardig bent op Twitter voor elkaar en je hebt daarna een debat, dat doet soms gewoon iets met mensen. Dat is logisch. Kijk, als ik nu net over jullie had getwitterd, ik zeg maar even, nou, weet je wat de slechtste interviewers ooit, hè, zeg maar even, wat ik niet zo vind. Maar stel je voor dat ik dat had gedaan en ik zat nu tegenover jullie zitten. Dan doet dat toch wel met je, dan denk je, nou, zij heeft net op Twitter iets over ons gezegd. Dus we zijn allemaal mensen, dus het doet wat met je. En eerlijk gezegd, ja, het is ook als Kamerlid nooit mijn stijl geweest om op Twitter allerlei dingen, nare dingen over elkaar te zeggen. Dit is niet mijn stijl, ik hou er niet van, kan niet verbieden. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen karma, zeg ik wel eens. En daar ligt die verantwoordelijkheid. Ja, en ik denk dat u ook niet een uitzondering bent van iemand waarover getweet wordt door andere Kamerleden. Nee. Vooral niet als de voorzitter. Dat lijkt me nog wel lastig als je een debat voorzit en je ziet iemand die gisteren iets heel naars heeft getweet over u. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik kijk veel minder op sociale media. En dat is echt goed voor je leven. Je wordt er een vrolijke mens van. Dat een soort regel worden in de Tweede Kamer. Ja, ik denk wel dat we gewoon allemaal wat minder op sociale media. Kijk, ik vind het dus heel leuk dat jullie dit soort bijeenkomsten gewoon organiseren. Zodat ik de kans krijg om context aan te geven, hoe dingen werken. Er wordt geluisterd. Weet je, dat is veel anders dan, het is zo makkelijk een tweetje. Ja. Alleen, kijk, het is ook, sociale media heeft natuurlijk ook wel hele mooie kanten. Ik heb daar ook echt profijt van gehad als Kamerlid. Je krijgt ideeën, suggesties. Je kan internationaal contact met mensen krijgen. Dus het heeft ook zeker waarde. Maar ik zie ook heel duidelijk de andere kant. Ik zeg ook wel eens, ook tegen collega-Kamerleden, alsjeblieft, kijk even niet een paar dagen op sociale media. Ja. Doe het gewoon niet. Weet je, al die anonieme mensen die van alles vinden. En soms meen ik echt serieus dat ik soms echt denk, waarom doe je dit? Dan heb je, ik zeg maar even, iets heel waardigs op 4 mei, een herdenking. En dan moet iemand daaronder iets echt vreselijks zeggen. Ja. En heel af en toe, dan probeer ik achter te kijken, wie is dat dan? Dan doe ik een DM'tje, wil je contact? En dan krijg je soms een hele aardige reactie terug. Ja. Van nou, ik bedoel het niet, ik bedoel het echt anders. En wat leuk dat je reageert. En ik volg het al heel lang. En soms is dat ook echt oprecht. Soms weten mensen echt niet wat het effect is. Een soort menselijkheid eraan toevoegen. Ja, soms doe ik dat. En soms denk ik ook nee. En soms blok ik ook mensen. En soms is het ook een netwerk voor mij. Maar ik ben wel eerlijk, ik kijk veel minder op sociale media. Omdat ik denk, ja, ook heel veel van je kostbare tijd gaat daar aan op. Het is ook niet de echte wereld. Nee. Dit is de echte wereld. Gewoon naar jullie kijken, in jullie ogen kijken. Het gesprek met elkaar hebben. Dit is echt. Zou dat een soort oplossing zijn als u zegt dat de sfeer verandert omdat politici dingen naar elkaar tweeten? Dat we gewoon zeggen met z'n allen, als je in de Tweede Kamer zit, mag je geen eigen Twitter-account meer hebben? Dat zal ik nooit kunnen vragen. En daar zijn mensen ook gewoon, het zijn volwassen mensen. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren. En er ontstaan ook heel veel leuke dingen en leuke contacten. En ik zat toevallig, vandaag was ik met iemand aan het praten en we hadden het over vertrouwen in de politiek, van hoe je dat kan vergroten. En die gaf echt een heel goed advies. En die zei van, waarom twitteren jullie niet vaak wat jullie met elkaar hebben bereikt? Ja. In plaats van Pietje Puk zei, goh, dat en ik ben daartegen. Geef aan van wat je met elkaar hebt bereikt. Wanneer je het een keer eens bent. Wanneer je het eens bent.
En ik vond dat wel heel mooi, want iedereen denkt dat je alleen maar met elkaar aan het vechten bent. En dat is gewoon echt niet zo. Het zijn ontzettende mooie debatten nogmaals. Alleen dat bereikt vaak niet, omdat we met elkaar toch wel een bepaalde dingen uitzenden en communiceren. Om even terug te komen op de sfeer in de Tweede Kamer. U bent eigenlijk bijna een soort van HR-medewerker, lijkt het. Dat u een beetje Dat is ook mijn achtergrond trouwens. Ja, zeker, ja, dat is ook zo. Ik heb HR altijd gedaan, dus het is wel een... Het is eigenlijk een hele logische carrière. Maar er zijn de afgelopen tijd ook wat incidenten binnen de politiek geweest waar er gevoelens van onveiligheid en een niet prettige werksfeer, bijvoorbeeld nummer 2 van Volt is uit de fractie en uit de Kamer, geloof ik, ook gezet. Zit nog in de Kamer. Zit nog voor in de zichzelf kamer. Begonnen. Ja, voor zichzelf. Ja. Dit is een relatief nieuw fenomeen. We zien dit sinds een aantal jaar gebeuren. Dat het dit soort ontwikkelingen aan de hand zijn. Hoe past dit in het huidige politieke klimaat volgens u? Denkt u dat het een... De sfeer? Ja. Nou kijk, ik denk dat de Tweede Kamer, als je representatief bent, dan reageer je natuurlijk ook wat er in de samenleving gebeurt. Dat zijn communicerende vaten. Ja. En door sociale media... Heb je wel meteen direct, zeg maar, vanuit de samenleving, zit er soms geen filter meer tussen. En wat ik probeer te doen, is ook wat meer rust te krijgen in de debatten. Een voorspelbare agenda, meer tijd voor wetgeving. Heel belangrijk, veel meer tijd ook voor dingen die we in de commissies doen. Maar natuurlijk, dat wat er gebeurt in de samenleving, heeft ook zijn werking in de Tweede Kamer. Maar los van de samenleving, als een Kamerlid wordt beschuldigd van... gedrag wat eigenlijk verder gaat dan alleen grensoverschrijdend gedrag, dat moet invloed hebben op de manier waarop mensen samenwerken. Dat als HR, zeg maar, ervaring op dat gebied, kan ik me voorstellen dat dat niet voor een fijne werkomgeving zorgt. Hij kan in deze situatie, dat is dus echt een fractieverantwoordelijkheid. Hoe ga je om met situaties van veiligheid binnen de fractie, met Kamerleden? Wat ik wel doe, en dat is mijn HR, is dat we voor het eerst een breed onderzoek krijgen naar sociale veiligheid in de Tweede Kamer. Ja. Onder Kamerbewoners breed, dus Kamerleden, fractie, de staf en administratie, om ook daar lering uit te trekken. Het is ook heel belangrijk dat mensen zich veilig voelen in de Tweede Kamer. Maar wat mensen allemaal zelf daarbuiten doen, dat is natuurlijk ook echt je eigen verantwoordelijkheid voor de fractie. En daarnaast, je bent gekozen als Kamerlid, dus niemand kan tegen jou zeggen dat je de Kamer uit moet. Nee. En dat hebben we natuurlijk gezien, want er zijn een aantal afsplitsers. En daar hebben we ook een aantal, niet alleen door de afsplitsers, maar dat tikt wel aan, een record aantal fracties en schuinscheepje groepen in de Tweede Kamer. Maar natuurlijk, het heeft altijd dat wat er in een fractie gebeurt, heeft ook zijn werking in de zaal uiteindelijk. Ja. Je ziet niet alleen dat in de Tweede Kamer een van soms onveilige sfeer naar politici is, maar ook de man met de fakkel voor het huis van mevrouw Kaag. Er is een steeds grotere hoeveelheid aan bedreigingen tegenover politici. En er is nu zelfs een Kamerbrief gekomen om in de aankomende 10 jaar 100 miljoen te investeren in weerbaarheid voor politici. Ja. Is het echt zo erg geworden dat we 100 miljoen moeten gaan investeren in weerbaarheid? Om een voorbeeld te geven, we hebben een beveiligingsambtenaren. Dat zijn ambtenaren die Kamerleden ondersteunen bij het doen van aangifte. Die helpen adviseren over veiligheid, ook thuis. We hadden vroeger 1 persoon en die wist alles, die liep rond. En, toen kregen we er 2 en nu zijn we bezig om een team samen te stellen van 10. Dus het is erger geworden? Het is erger geworden. En dat heeft te maken met verharding. Dat heeft ook te maken dat niet alles vroeger, als je een bedreiging kreeg, dan kreeg je een brief of mensen kwamen bij je woning. Vreselijk. Wat je nu ziet is dat ook via sociale media er allerlei uitingen en bedreigingen zijn. Dus dat is erbij gekomen. En laat ik gewoon er duidelijk over zijn. Ik vind het echt onacceptabel. Je kunt het niet met elkaar eens zijn, maar intimideren, bedreigen, op wat voor manier dan ook, via sociale media of bij je huis, is echt vreselijk. En mensen moeten zich echt realiseren wat een impact dat heeft. Ik doe even vanuit mijzelf. Ik heb zelf ook een keer een bedreiging gekregen. Ja, op het moment dat je zo'n brief thuis krijgt op je woonadres en je dochtertje ziet die brief en die denkt, oh wat leuk, een postzegel in de vorm van een hartje. En ik zag al dat er wat aan de hand is. Ik dacht, een rare brief. Dus ik zeg, nou wacht maar even. En er staat in van, ik zal dat en dat en dat. Dat doet dat met je. Hoe voelde u zich toen? Voelde u het nog? Twijfelde u even of u nog wel door wilde gaan in de politiek?
Dat niet, maar ik dacht wel wat afschuwelijk. Je eerste bedreiging is gewoon afschuwelijk. En dat betekent dus, en ik ben helemaal geen niet bang uitgevallen, helemaal niet. Want ik denk, verschillende dingen in mijn leven gedaan. En ik denk, ja, weet je, je staat voor je zaak en je doet dingen. Maar toch zo'n eerste brief bij je, op je huisadres, dat je denkt, iemand weet waar ik woon. Dat je toch even achter je kijkt. Laat staan een fakkel voor je huis. Ja. Even, een fakkel voor je huis. En nou ja, we hadden natuurlijk de stikstof, de minister die... Ik snap echt, weet je, er gebeurt ontzettend veel in Nederland. Maar praat, debatteer, maar ga niet naar iemand zijn huis, stuur geen brief en dat soort dingen. En ik moet zeggen, ik voel me veilig, ben veilig. Maar ik realiseer me wel dat in sommige debatten over corona en over allerlei andere onderwerpen, Kamerleden het soms echt zwaar hebben. En het zijn niet, kijk, eer dat het een bedreiging is, hè, moet het aan een aantal criteria voldoen. Dus is niet snel bedreiging. Het zijn wel vaak intimidaties, beledigingen. En ja, ook zeg ik maar, ook vaak richting vrouwen, over ja. Uiterlijk. En dat is gewoon heel, ja, is gewoon echt heel naar. Want ik bedoel, ja, weet je, je bent gewoon, komen we weer, je bent een mens. Dus je bent ook gevoelig voor bepaalde dingen. Het is niet nodig. Wat denkt u dat dit zegt over de toekomst van de politiek in Nederland? Denkt u dat dit een trend is die we eigenlijk steeds meer gaan zien? Denkt u dat er meer en meer bedreigingen komen? Of denkt u dat deze, ja, de dingen die we nu doen om het tegen te gaan genoeg gaan zijn om het te stoppen? Ik vind wel dat we in een tijd zitten. Het geldt trouwens niet alleen voor politici. Het geldt voor bewindspersonen. Bedreigingen richting wetenschappers. Ja. We hebben natuurlijk ook gezien het OMT-team. We hebben gezien richting media. Dus we zitten wel in een storm met elkaar. En ik heb wel vertrouwen en hoop. Weet je, de meeste mensen, weet je, doen dit soort dingen niet. De meeste mensen deugen. Absoluut. De meeste mensen deugen. Maar je hoeft er maar één tussen te hebben. En dat is wel iets waardoor je, nou ja, gewapend moet zijn. Je moet mensen weerbaar maken. Maar je wil uiteindelijk wel dat mensen, ja, weet je, ook nog wel zin hebben om in de media, in de wetenschap en bewindspersoon te worden. Het is gewoon, het zijn mensen die met eer en geweten ervoor kiezen om iets voor het land te doen. Allemaal, stuk voor stuk. En zij moeten hun werk kunnen doen. En mensen moeten niet denken, goh, ik voel me bedreigd, dus ik ga maar niet meer het debat aan. Ik denk, we zitten in een roerige tijd. Dat komt ook vanwege een aantal systemen waarin we vastlopen. Denk aan Groningen. Denk aan de oorlog in Oekraïne met alle effecten van dien. De toeslagen, woningen, klimaat. Je merkt gewoon, hè, na 30 jaar, dat we in een fase komen waarvan het kraakt en piept. Daar moeten we met elkaar doorheen. We kunnen ook niet anders. We moeten dit doen voor toekomstige generaties. En ik ben een optimistisch mens, maar ik vind altijd, je moet hoop blijven houden. En dat heb ik ook daadwerkelijk. Wij hebben ook een beetje zitten nadenken als we voor voorzitter waren. Want kijk, we zien enorme stress, hele hoge werkdruk onder Kamerleden, aantal burn-outs ook. En we dachten, we hebben wat oplossingen bedacht. Nou, en kijk eens. We wilden weten wat u daarvan vond. Dus onze eerste oplossing. Vind ik trouwens wel heel leuk. Ja, niet alleen maar probleemanalyse, maar ook met voorstellen. Natuurlijk, ja. Hebben we er nog wat aan. Ja, zeker. Onze eerste voorstel was een hogere kiesdrempel voor partijen van minimaal 3 zetels. De werkdruk te verminderen. Ja, dat is iets wat niet aan de voorzitter is om dat te bepalen. Dat is echt een politieke uitspraak. En als jullie dat een goed idee vinden, moet je de politieke fracties gaan benaderen en daarvoor lobbyen. Maar u kunt daar zelf verder niks over zeggen? Nee, dat is echt. Voor mij is het 20 fractiesgroepen een gegeven. Okay. En ik probeer vanuit die gegevenheid te zorgen dat het werkt en beter gaat werken. Dan een tweede oplossing is een maximum aantal moties dat mag worden ingediend. Zodat er minder moties zijn. Vind ik een hele, dit is een hele interessante, want dat is ook wel iets wat ik natuurlijk zie. Motie is een voorstel, hè? Dus je kunt je een voorstel indienen. En we zien de afgelopen jaren echt een stijging. Niet schriftelijke vragen, maar wel het aantal moties. Ik heb zelf de werkgroep van der Staaij in het leven geroepen, namens het presidium. En die heeft een aantal suggesties gedaan om de wetgevende, controlerende, volksvertegenwoordigende rol van de Kamer te versterken. En een van de suggesties is, zorg nou dat als uitgangspunt is dat er 1 à 2 moties per fractie is. Er is een motie over ingediend, die is aangehouden. Ook dit vraagt om een politieke uitspraak van de Kamer. Wat ik wel doe, is proberen te voorkomen dat we gaan stemmen over allerlei moties waarvan de Kamer zegt, ja, maar we zijn er toch er allemaal over eens. Ja.
dat het staande beleid is. Daar ben ik mee bezig, ook een brief richting de Kamer, om de appreciaties van de moties wat scherper te krijgen, waardoor de bewindspersonen kunnen zeggen, nou, we nemen de motie over. Maar dan hoef je er niet over te stemmen. U houdt zich dan niet bezig met moties die gewoon meer een soort statement zijn? Nee, want dat is ook weer de vrijheid van een Kamerlid om te zeggen, ja, ik vraag een uitspraak over een statement. Ik vind dat Kamerleden elkaar over en weer wel daar wat meer op nog mogen aanspreken. Van, goh, is dat nou nodig en zo? Nou, ik doe het wel op het moment dat er een toezegging is. Dan zal ik vragen, nou, is het echt nodig om een motie in te dienen? En we krijgen het einde van het jaar een toezeggingenregister. Zodat je geen motie meer hoeft in te dienen, maar dat je kunt terugvinden dat de bewindspersoon heeft gezegd, hé, dat ga ik doen, goed idee. Dus dat zijn dingen waar ik allemaal als voorzitter mee bezig ben. Dus dit is wel iets waar u eigenlijk redelijk positief naar kijkt en er dingen al ik snap aan... de wens erachter. Ja, ik snap de wens erachter. Een andere oplossing die we hadden was een vaste tijd dat een debat mag duren. Want we zien nu wel eens dat debatten duren tot laat in de nacht. Ook die wens erachter, snap ik. Nou, wat we, weet je dat het vroeger stond het in het reglement van orde. Er stond 11 uur, is eigenlijk een beetje de sluitingstermijn. Ja. Nou, we weten dat, dat er heel niet altijd naar werd geluisterd en dat het soms doorging. Dat is er uitgehaald. Door wie? Dus door de Kamer zelf, om 11 uur dus niet meer als deadline te hebben. Wat ik zelf doe, want ik kijk, soms moet je een debat afmaken. En als je nog een uur bezig bent, dan is het zonde om te zeggen, nou, dat uurtje doen we vol, hè, dat doen we morgen. Want bewindspersonen moeten natuurlijk ook tijd hebben. En die zitten soms in het buitenland, dus soms wil je het echt afronden. Maar ik probeer wel te voorkomen dat er heel veel nachtelijke debatten zijn. Omdat ik het gewoon, dat heeft te maken met werk-privé-balans en niet altijd de kwaliteit van het debat, zeg maar, het goed doet door in de nacht te doen. Hoe doet u dat dan? Proberen dat niet zo lang door te laten gaan, gewoon op een gegeven moment te zeggen, het is klaar? Dat niet, was wel een voorganger van mij. Die liet echt zo zijn hamer vallen, 11 uur, wat er ook gebeurde, hupsakee. Nou, dat zouden we nu niet meer kunnen. Dus wat ik doe, is dat ik heel kritisch ben om te kijken van, nou, kunnen we niet eerder beginnen? Ik probeer met 20 fracties het aantal interrupties te beperken. En ik probeer, en dat is wel heel belangrijk, te zorgen dat niet al die Kamerleden in huis hoeven te blijven. Want ik ben zelf fractiesecretaris geweest en dan was er een hoofdelijke stemming aangekondigd over een motie. En dan moest de hele Kamer de hele nacht aanwezig zijn. Ja. Nou, daarvan heb ik gezegd, als er een hoofdelijke stemming is, dan schorsen we 3 uur of we stemmen op een ander moment. Dus wat ik doe is de voorspelbaarheid van de agenda te vergroten, hoofdelijke stemmingen ook wat meer te structureren. De planning van het debat om daar heel kritisch naar te kijken en het aantal interrupties te beperken. Een volgende oplossing is een gespecialiseerde arts om ervoor te zorgen dat Kamerleden en fractiemedewerkers beter om kunnen gaan met de toch wel dreigende af en toe sfeer in de Tweede Kamer. Goed idee. En wat ik zelf maar gedaan heb, en daarom vind ik het een goed idee, we hadden geen bedrijfsarts. Helemaal niet. Helemaal niet. Dat was er gewoon niet. Dus je moest dan naar je huisarts gaan, maar echt in ieder beroep heb je eigenlijk een bedrijfsmaatschappelijk werk vaak of een bedrijfsarts. Nou, die heb ik ingevoerd vorig jaar, zodat Kamerleden naar een bedrijfsarts kunnen gaan, naar een bedrijfsmaatschappelijk werk kunnen gaan en ook een preventief onderzoek kunnen vragen. Dus dat hebben we nu, dus ik vind het een heel goed idee. Het was er niet en dat is eigenlijk sinds kort. Een beetje onder het mom van het vieren van de goede dingen die gebeuren is. Ja. En als laatste hadden wij het voorstel meer fractiemedewerkers. Ja, dat is, er is een motie Jetten, zoals die heet. Ja. Die is ingevoerd, dat weet je. Waardoor er meer geld is voor de ondersteuning. En waardoor er ook is uitgebreid. Alleen niet iedere fractie maakt er gebruik van. En dat is verantwoordelijkheid van de fractie zelf? Ja, dat die hebben een zakje geld gekregen om uit te breiden. Want het is inderdaad ontzettend druk en heel veel werk. Maar het is aan de fracties uiteindelijk om te bepalen van waar besteden we dat geld aan. Wat ik zelf wel gedaan heb, is de staf in administratie uitgebreid. Onze kenniscentrum heb ik uitgebreid met 10 FTE. Onderzoekers. Ja. Omdat, je hebt gewoon meer vragen. We doen namelijk ontzettend veel. Er zijn nu 2 parlementaire enquêtes naar de fraude, de kinderopvangtoeslag, aardgas. En er komt nog een derde bij, namelijk corona. Veel schriftelijke vragen, dat is niet heel erg toegenomen, maar nog steeds veel. Veel moties, onderzoeken. Dus het is ook wel goed, en dat is ook mijn missie, om ook te zorgen naar wat meer slow politics. Want om met goede ideeën te komen, heb je ook tijd nodig.
En heel veel mensen zeggen, nou, de Kamer moet uitgebreid worden qua staf en administratie. Maar meer informatie is ook niet altijd de oplossing. Want wat moet je met al die informatie? Moet je wel lezen. Dus soms is het ook de kunst om wat dingen vrij te plannen in de agenda, zodat je ook echt tijd hebt om te reflecteren. Zoals op een avond als deze. Ja, zoals vanavond. Ja. Dan denk ik dat het nu tijd is voor vragen uit het publiek. Ik weet niet of er iemand is met een vraag. De jongen daar in het groene trui. Er komt een microfoon naar je toe. Ja, hallo. Hi. Ja, dan. Echo. Ja, leuk dat je er bent. Wel, ik wil een vraagje over hoe die verkiezing nou gaat bij de, voor de voorzitter. Dus altijd na een nieuwe stemronde. We zagen bij het oude kabinet, Rutte 3, dat een beetje het vertrouwen was in politiek wat lager. En was een beetje een soort, als je kijkt naar de toeslagaffaire, van dat een objectieve Kamerlid zoals meneer Omtzigt dan op de vingers wordt getikt. En dat een beetje, nou, was van, je zou toch objectief moeten zijn. En persoonlijk had ik een beetje het gevoel dat een Kamerlid uit de coalitie niet echt bijdroeg aan het soort van herbouwen van objectiviteit in, als het tussen gaat regering en Tweede Kamer. En want als voorzitter ben je een beetje toch die brug tussen Kamer en regering. Voelt u dat zelf iets waar u moeite mee had? Of toen u, of u zeg maar ging, of u kandidaat wou zijn of niet? Of? Ja, kijk, ik snap je vraag. Onafhankelijkheid is heel belangrijk als voorzitter. En heel snel wordt er gedacht van, nou, ze zal wel van de coalitie. Betekent dus dat je daar harder voor moet werken. En toen ik besloot om op te gaan voor het Kamervoorzitterschap, is het niet zo dat ik daar maanden al mee bezig was. Vijf minuten voor de deadline was het? Heb ik mijn brief, maar het is niet iets geweest wat heel lang, zeg maar, door mijn hoofd speelde. Ik was eigenlijk heel blij als Kamerlid en blij met mijn leven en ook met initiatiefvoorstellen. En op een gegeven moment waren er verschillende mensen in de omgeving die zeiden, goh Vera, waarom ga je er niet voor? Je hebt HR-ervaring, er is een verhuizing, je zit in het presidium. Je kunt wat, ik heb bestuurskunde gedaan, dus ook dat stukje staatsrecht. Nou, dan zei ik eerst van, nee joh, ik ben helemaal blij, ik heb helemaal geen zin om dan zit je in de spotlights. Een paar keer vroegen mensen, bleven daar maar om vragen. Toen ben ik op een gegeven moment echt serieus over na gaan denken. Toen dacht ik, ja, eigenlijk is het wel goed dat de Kamer ook iets te kiezen heeft. Het is een democratie. Hè? Ik bedoel, stel je voor dat je gaat kiezen voor de Tweede Kamer, is maar één fractie. Dus toen dacht ik van, nou, ik ga ervoor. Toen heeft de Kamer, hoe democratisch, dat is ook democratie, gekozen voor mij. Wat ik heel eervol vind in de eerste ronde en ook een zware verantwoordelijkheid voel. Omdat je inderdaad toch wel wat harder moet werken. Hè, om dat beeld van, nou, het zal wel, wat gewoon niet klopt. Ik heb in mijn hele leven alles op eigen kracht gedaan. En om dat beeld een beetje weg te poetsen van, hey, jullie hebben gekozen, blijkbaar is er behoefte aan, zoals ik me gepresenteerd heb. En het was heel hard werken, want het is ook heel raar. Je hebt zo'n debat, een soort openbaar sollicitatiegesprek. Ja. Nou, dat maak je ook nooit meer mee. En ik dacht wel achteraf, dit is wie ik ben. Ik ben gewoon, zo zit ik in elkaar. Maar ik dacht ook, mocht ik het niet worden, ga ik ook vol plezier door met mijn leven. Want dan, het is uiteindelijk de Kamer die besluit. Maar ik denk dat het geluid dat we van meneer een publiek horen, dat er toch wel vraagtekens worden gezet bij een lid van het parlement uit de coalitie die kamervoorzitter wordt, die wint van twee leden uit de oppositie. Dat het kan dus, ja. Het kan, maar het kan ook voelen als een politiek spel. Ja, en dat is dat gevoel van wantrouwen wat in de samenleving en wat er heel vaak is. En ik hoop ook door, zoals ik dit nu uitleg en zeg, dat daar geen sprake van is. Maar het is ook zo leuk om dat te zeggen, want het blijft hangen. En mensen denken dan van, nou, er zal wel wat in zitten. En het zijn dingen over integriteit, zijn dingen waar je nooit goed tegen kan verdedigen. En dat is ook het politieke spel wat aan de andere kant wordt gespeeld. Maar het is niet het spel wat ik heb gespeeld. En kijk, in de Eerste Kamer zit er een voorzitter van de VVD. Nou, weet je, daar hoorde je zeg maar helemaal niks daarover. Dus het is ook een spel aan de andere kant. En daar moet je tegen kunnen. Ik vond het natuurlijk niet leuk om te horen dat bleef hangen.
Maar ja, ik denk ook altijd maar, het is jullie karma als jullie het leuk vinden om dat te laten hangen. Be my guest. Ik ben wie ik ben. Ik heb er hard voor gewerkt en ik doe het naar eer en geweten. Punt. Duidelijk. Ik denk dat er tijd is voor nog één publieksvraag. Ik zie daar een meneer met een bril. Een meneer met een bril. Er zijn er meer. Ik zie twee meneeren met brillen naar elkaar kijken. Ik heb eigenlijk de omgekeerde vraag. Ja, ik heb op je gestemd. En een van de redenen dat ik op je gestemd heb, was de links-liberale agenda. En je werk voor bijvoorbeeld de wietproef. Ja. En ik was eigenlijk wel teleurgesteld en werd je kamervoorzitter. En wie ging hier nog voor vechten, zeg maar? En het gaat natuurlijk niet echt goed met de wietproef. Het gaat sowieso vrij moeilijk met bepaalde links-liberale zaken in dit kabinet. Dus ja, hoe kijk je dat eigenlijk? Je laat dat achter en hoe kijk je daarop terug? Ja, nou, dank je wel voor je stem. En ik heb me inderdaad vastgebeten in dat dossier en nog een aantal andere dossiers. Natuurlijk, op het moment dat je daarvoor voor gaat, heb ik wel nagedacht over een aantal dossiers die ik moest loslaten. En één daarvan was deze. Omdat ik het zo belangrijk vind om daar een stap in te zetten. Maar ja, even heel realistisch, als Kamervoorzitter kan je daar niet meer, zeg maar, je kan dat niet meer vasthouden. Dus het is ook een keuze. En ik hoop natuurlijk, en ik heb ook wel vertrouwen in dat collega's dat natuurlijk ook wel weer oppakken. En er hopelijk met dezelfde elan en vechtlust voor gaan. Ja. Dat vertrouwen moet je hebben. Nou, er zijn wel bepaalde dossiers. Kijk, ik kijk natuurlijk ook met dezelfde ogen daarnaar. En je bent ook een mens met je passie, je gedrevenheid. Maar ja, in je leven, daar horen ook keuzes bij. Je kunt niet alles. En je moet ook vertrouwen hebben in mensen, andere mensen, collega's, die dat vervolgens weer oppakken. En dat vertrouwen heeft hij? Dat vertrouwen heb ik. Ja, weet je, you win some, you lose some. Je kunt niet alles, dan, weet je, dan zou je echt een voorzitter zijn die partijdig is. Die dus vanaf haar stoel allerlei dingen nog gaat beïnvloeden. En dat kan dus niet. Dus toen ik die keuze maakte van je staat boven de partijen, dan moet je dingen loslaten. We hebben nog tijd voor één allerlaatste publieksvraag. Ik zie daar een jongen in het groen. Nog één. Ja, nog een jongen in het groen. Ja, ja, bedankt. U had net ook gezegd dat u ook contact heeft met collega's uit het buitenland. Als u kijkt hoe het er naartoe gaat in andere landen, laten we zeggen Duitsland, Frankrijk of Engeland, die ook werkt met een parlementair systeem voor een groot deel. Zou je dan zeggen dat er op het gebied van de cultuur van de debatten in Nederland of de regels over hoe de debatten gevoerd worden, dat daar punten zijn waar wij van kunnen leren van landen die een vergelijkbaar systeem hebben als wij? Ja, mooie vraag. Ik kijk naar Engeland, de UK, omdat zij heel veel doen op het gebied van integriteit en ongewenste omgangsvormen. Ze hebben daar niet zeggen, dat is ook wel interessant, dat je kunt wel een heel goed bureau hebben en alles in regels hebben, maar dat wil nog niet zeggen dat de praktijk zo is. Zo is een voorgaande voorzitter daar, die bejubeld werd, behoorlijk door de mangel gehaald, omdat hij voor anders was dan achter de coulissen. Maar ik heb wel, en ik ben er nog steeds bij om te kijken van de regels die we nu hebben op het gebied van integriteit en omgangsvormen, zijn dat nou dingen waar wij wat van kunnen leren? Dus daar ben ik mee bezig. Vorige week heb ik gesproken in de Tweede Kamer met de voorzitter van het Oekraïense parlement. Ik had een paar maanden geleden ook met hem gesproken. Toen zat hij echt in een bunker. Toen hadden we digitaal contact. En vorige week heb ik hem dus mogen ontmoeten in de Tweede Kamer. En ja, daar neem je toch ook weer dingen in mee. Want ik vroeg aan hem van, hoe in hemelsnaam kun je functioneren als parlement als je land in oorlog is? Mm. En toen zei hij tegen mij van, we hebben iedere dag als parlement gewoon gewerkt met elkaar. Iedere dag waren we er. En we hebben niet meer aparte fracties, aparte politieke partijen. Wij zijn nu Oekraïne. En we doen alles om de wetten, ervoor te zorgen dat de wetten door kunnen gaan. Nou, ik vond het zo fantastisch. Weet je, dan kunnen we soms wel in Nederland, kunnen dingen altijd beter gaan, maar ik vond dat wel echt een inspirerend voorbeeld. Contact gehad met mijn collega in Spanje, die bijvoorbeeld over corona zei, over crisis, functioneren van het parlement. Misschien moeten we dat vastleggen in ons reglement van orde. Dat we dus niet elke keer denken bij een crisis, hoe gaan we acteren? Maar dat je een soort commitment hebt vanuit de Tweede Kamer. Een paar weken geleden heb ik gesproken met mijn collega's uit België. Die alleen maar een plenaire vergadering hebben op de donderdag. Omdat ze de rest in commissies doen. Ik zeg, hoe doe je dat dan?
heel veel in commissies, maar die ook zelf ook praten over die omgangsvormen en de polarisatie. Ik denk in West-Europa hebben we er allemaal wel gewoon ook wel, is het gewoon ook wel een vraagstuk. Hoe ga je om met sociale media en zo? Dus het is heel goed en heel mooi dat dat ook onderdeel van mijn werk mag zijn. Om ook met andere landen contact te hebben. Dan hebben wij nog één laatste vraag over een probleem dat wij zien in de Tweede Kamer. Nou zeg. Het lijkt namelijk wel eens, voor ons tenminste, als wij naar een debat kijken, dat de parlementariërs meer op hun telefoon zitten dan een middelbare scholierenklas. Dat zagen we natuurlijk ook nu met meneer Rutte en zijn Nokia. Maar onze vraag was dan ook, moet er niet gewoon een telefoontas komen in de Tweede Kamer om al die telefoons lekker in één keer weg te krijgen? Ja, het is... Er zijn een paar dingen waar ik heel veel mailtjes over krijg. Dit is er één van. Ik probeer wel die spiegel voor te houden, ook bij het kabinet. Ik heb ook in mijn gesprekken met alle bewindspersonen gesproken, toen er een nieuwe ploeg zich aandiende. Ik merk echt dat, let op, echt, dat bij het kabinet het een stuk minder is. Dat ze minder op hun telefoon kijken. De Kamerleden, daar is nog echt wel work in progress. Het is trouwens niet zo, daar moet ik echt wel bij zeggen, dat ze de hele tijd gewoon aan twitteren zijn. Het is ook echt werk. Het is ook onderdeel, mailtjes, beantwoorden, contact hebben met collega's over moties. Maar soms denk ik ook, dan zie ik een bewindspersoon, kijk dan naar de zaal. En hoe zou het voelen als jullie allemaal naar beneden zouden kijken? Dat is heel raar. Ja. En dat gebeurt wel eens. Dus wat ik doe is niet zo'n tas ophangen, want ja, weet je, dat is ook gaat weer te ver. Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en zo. Maar soms wel een spiegel voorhouden. Dat wel. Ik ben trouwens benieuwd naar jouw vraag, want jij had ook nog een vraag. Mag ik dat? Jij zit. Tuurlijk, ja, tuurlijk. Want dat vind ik dan zo sneu. En ik ben ook benieuwd wat voor vraag je dan nog hebt. Dat is dan de laatste vraag. Jij mag daarmee bemoeien. Dat wordt dan de laatste vraag. Ja. Nee, dat is geen probleem. Ja. Nou, het is best wel een controversiële vraag. Oh jee. Ja. Meteen spijt. En mijn vraag gaat eigenlijk over de heer Graus. De beste man is eigenlijk, zacht gezegd, vrouwenvriendelijk te noemen. En ik heb bij een aantal gemeentes gewerkt. En het zijn stuk voor stuk hele diverse gemeentes. Ook qua grootte. En bij al die gemeentes kan ik me niet voorstellen dat iemand zoals Graus daar werkzaam zou kunnen zijn. Omdat gewoon eigenlijk een schande is voor de vrouwelijke populatie van dat gebied om zo'n iemand als vertegenwoordiger te hebben. En dan vraag ik me af, hoe is het mogelijk om zo'n persoon toch op landelijk niveau te kunnen laten functioneren? Het is natuurlijk iets wat terugkomt op fractiediscipline. De heer Wilders heeft duidelijk gemaakt dat hij Graus niet zomaar laat gaan en dat hij het een eervolle man vindt. Maar ik kan me niet voorstellen dat u daar als voorzitter geen mening over heeft. Ja, ik ben toch wel blij dat je uiteindelijk die vraag stelt. Want het gaat om de vraag van waar is de voorzitter voor verantwoordelijk en waar niet. En wat wij gedaan hebben, even om de hele context te schetsen van integriteit, ongewenste omgangsvormen. We hebben een gedragscode, we hebben een college integriteit en we hebben een integriteitsadviseur. Alleen die drie zijn heel erg bezig met name integriteit. Dus dan gaat het over je nevenfuncties en het registreren. En niet zozeer over grensoverschrijdend gedrag. Er staat wel in de gedragsregel waardigheid. Maar het is even zoeken van of dat er nou over gaat. En dat is dus de reden dat ik ook kijk naar Engeland, de UK, waar dus veel meer activiteiten zijn, een bureau is, om te kijken van zou dat iets voor de Tweede Kamer kunnen zijn. Daarnaast is het zo dat het belangrijk is dat als er zoiets gebeurt, dat mensen ook aangifte doen. Die worden ook onderzocht. En ik ben natuurlijk niet een recherche. Ik kan ook niet, het is altijd hoor en wederhoor, ik heb geen forensisch team achter me wat dingen kan doen. Ik vind ook dat ik daar heel voorzichtig mee moet zijn. Dus de fractie heeft daar een belangrijke verantwoordelijkheid in. Want we hebben, jij noemt de heer Graus, maar er zijn ook andere namen bij andere fracties. En ik heb daar dus echt geen opinie over. Ik vind wel dat iedereen veilig moet zijn in het gebouw. Dat de fractie daar een belangrijke rol in heeft. Maar het zou tekortschieten. Ik ben geen rechter. Ik ben geen politie. Ik vind dat iedereen veilig moet zijn. En daarom is het dat we voor het eerst een onderzoek doen naar sociale veiligheid in het hele gebouw. Dus ook onder de Kamerleden. En ik kijk dus van missen we nog iets in ons instrumentarium.
Maar ik vind dat ik als voorzitter heel voorzichtig moet zijn om te zeggen die wel, die niet. Want dat zou betekenen dat ik onderzoek heb gedaan, dat ik een rechter ben, forensisch onderzoek, dat ik aangiftes kan opnemen, hoor en wederhoor. Dat kan ik niet. Maar ik zou wel willen oproepen, als er wat gebeurt, ga naar een vertrouwenspersoon. Bespreek het in de fractie. En als je daar onveilig voelt, er zijn klokkenluiders, ook extern. Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden. Maar het vraagt vaak wel, en dat zeg ik in algemene zin, dus ik distancieer me even van de specifieke situatie. Het vraagt heel veel moed van vrouwen en soms ook mannen om iets aanhangig te maken. Dat is echt niet makkelijk. Dat geldt trouwens ook voor vrouwen vanuit de samenleving. Je moet echt over verschillende drempels om iets aan te kaarten. Er is veel voor nodig. Maar ik voel me heel verantwoordelijk om te kijken wat wij als Tweede Kamer in algemene zin nog meer kunnen doen, zodat iedereen zich ook echt veilig voelt. Maar er ligt een belangrijke verantwoordelijkheid daar. Dus dank voor je vraag. Duidelijk. Nou, heel erg bedankt mevrouw de voorzitter voor uw tijd. En graag gedaan. Het was leuk om maandagmiddag in jullie midden te mogen zijn. En dank voor jullie belangstelling. En ik hoop dat jullie veel debatten gaan volgen. Zeker. En misschien zelfs de Tweede Kamer ingaan. Zoveel mogelijkheden. Ja, zoveel mogelijkheden. Dank jullie wel. En ook voor het mooie interview. Dank je wel. En we willen ons publiek nog even informeren over onze aankomende interviews met Mohamed Sharour van de CEO van de Giro. Die komt binnenkort. En Catharine de Bolle van de executive director van Europol komt ook langs. En dan zijn we al in ons zogezegd zomerreces. En dan nogmaals een hartelijk applaus voor mevrouw de voorzitter. Ja, dank jullie wel. Merci.